Dennis, goedemiddag, met Koos Barendrecht. Hoi. Ik heb een pechgevalletje, de 15 links, 63-8. Mag ik even uitstappen en even achter de vangrail gaan staan? Ja. Deze mevrouw is in de slip geraakt en heeft aan de linkerzijde de vangrail geraakt en de rechterzijde ook. Dus die auto is kapot, de lekkerband, schade. We gaan ze meenemen naar de zaak en dan gaan we daar de rest afhandelen. Een typisch gevalletje sneeuw en ijs. Ja, een klein beetje glad en dan hebben we dit. Ja, heb jij een melding gemaakt ervoor of niet voor deze? We gaan deze auto plus mevrouw meenemen naar de zaak. En dan gaan we hem daar neer lossen en dan vragen waar ze de auto eenmaal hebben. En dan gaan we transport regelen voor hem. Op dit moment heb je veel meer schade gevallen. En zeker ook veel pech gevallen die stil komen te vallen op de snelweg. Nu rijden we gewoon even een rondje door het gebied heen. En dan kijken of dat er wat stilstaat, wat we gelijk van de weg af kunnen halen. Het kan zijn pech, het kan zijn schade, onwelwording, ja, van alles. Ja, dus ja, kijkt goed om je heen. Ja, en dan, je hebt altijd een extra oog voor stilstaande auto's. En dat is ook het leuke van rondrijden wat wij doen. Je kan ze overal tegenkomen.